in de vroege preview laten zien van Rumble. Wat is hier revolutionair aan? Nou, dat je zeg maar met een heel mooi beeld op dit moment live televisie kan kijken. Maar je kan ook snacken, je kan terug, dat is heel aardig. Je kan direct berichten met via Twitter sturen, je kan Rumble sturen, zeg maar fragmenten. Je kan terugkijken. Snack TV noemen wij het. Echt ja, revolutionair hoe je televisie kijkt. Mm-hmm. Maar ik moet benadrukken dat het een gesloten pilot is. De NPO heeft die vindt de techniek interessant, dus die hebben de data beschikbaar gesteld. Wanneer het op de markt komt is heel erg onzeker. Kijk, de consument, naar mijn idee, wil dit. Ik vind het zelf mooi. En ook de mensen die met de pilot meedoen zijn allemaal enthousiast. Alleen rechten, dat is het grote issue. Dus ja, dat is nu het grote issue. Dus dat moet worden opgelost. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Oh ja, we doen een onderzoek met de Universiteit van Delft. Dat we weten van, kijk, de service is wel mooi, de techniek is wel mooi. Alleen de stakeholders, de omgeving, de rechten, dat is een groot issue. En het financieel model, dat is ook nog, ja, weet je, zeg je dat in de App Store, als het al ooit in de App Store kan komen. Het is meer van om jullie te laten zien wat daar mogelijk is. Ja, en dat is naar mijn idee, ja, mooi. Dus voor nu, als we eerlijk zijn, is dit een kijkje in de toekomst? Dit is een kijkje in de toekomst en een leuke barrier is dus niet, wat vaak is, techniek. De barrier is niet een mooi product. Ja. De barrier is nu rechten. Ja, want dit was gewoon een iPhone 3GS die hier op Dauphine op redelijke wifi-snelheid gewoon super strak beeld geeft. Ja, je kan het ook gewoon 3G, werkt het ook. Alleen dan zie je zeg maar, bij een nieuw beeld dat het iets langer moet laden. Nu duurde dat 3, 4 seconden en dan duurt dat 7, 8 seconden. Mm-hmm. Dus dat is het verschil. Ja, de iPad komt eraan. Dit is de ultieme couchsurfing app. Ja, als je dus thuis zit en je hebt je iPad en je kan de stukjes terug, je kan live kijken natuurlijk. Ja, naar mijn idee ideaal. Dus ik hoop dat zeg maar alle barriers in de toekomst weggenomen kunnen worden, dat we hier allemaal van kunnen genieten. Mm-hmm.